De veiligheidsbonden gaan vandaag opnieuw in onderhandeling met president Santokki. Volgens voorzitter Max Breinburg van de bond bij het Korps Penitentiaire Ambtenaren, KPA, spreken de bonden die de vorige week in beraad waren het staatshoofd vandaag nog om te komen tot een oplossing. De vakbondsman stelt dat de bonden nu niet meer in beraad zijn, maar nog steeds een salarisverhoging eisen. We hebben is er nog vergadering met een onderhandelingsorgaan. En we hebben zaken besproken. Maar het is gebleken dat we niet wat alles betreft overeen zijn gekomen. En wat een de brandweerbond en BPS-bond. Eigenlijk geen van dus die bonden die zijn echt tot een echte overeenkomst gekomen. Maar ik lees in de media dat het zou moeten overkomen alsof alles koek en ei is. Ja. Ja, dus ik weet niet. Maar ja, in elk geval om 8:00 vanavond zijn we dan bij de president. Dus dan zullen we daar horen wat het precies is geworden. Want we hebben onze voorstellen gedaan. Onderhandeling orgaan heeft daarop gereageerd. En zo zijn we dus uit elkaar gegaan. Na het gesprek met de president beleggen de bonden morgenochtend een vergadering. De vakorganisaties eisen een loonsverhoging van 60%. Het gaat om de Bond van Penitentiaire Ambtenaren, de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname en de Bond van Personeel bij de Brandweer.